Dit ben ik, nu bijna 30 jaar geleden. Ik deed toen een technische opleiding en om mijn uitgaanskosten te dekken, deed ik productiewerk aan een palletwisselaar. Ja, dat type machine is eigenlijk sinds de jaren 90 bijna uit de werkplaatsen verdwenen. Want er kwamen drieassige machines met robots, want die wisselden in de nacht. Ondertussen staan er zoveel drieassige machines met robots, dat het ook daar weer erg belangrijk gaat worden om lean te gaan denken. En daar hebben wij een oplossing voor. Namelijk voor een klein drieassig bewerkingscentrum, een Bridgeport V480. Maar de kleine verrassing die deze machine heeft, is dat hij aan de andere kant een palletwisselaar heeft. En daardoor hoeft de machine niet meer te wachten op de robot om te wisselen, maar kan hij in 12 seconden van de ene tafel naar de andere switchen. De technologie van de jaren 90 gecombineerd met hedendaagse robotautomatisering. Vroeger stond René deze machine handmatig te beladen. Vandaag hebben wij met RoboJob daar een perfecte hulp bij. Die hulp die is eenvoudig en snel te programmeren dankzij onze gebruiksvriendelijke software. En het systeem laat ook toe om heel snel te schakelen tussen kleine of grote producten. Bovendien neemt het systeem ook heel weinig vloeroppervlak in beslag, waardoor je makkelijk kan integreren in je bestaande machinepark. Bij automatiseringsprocessen gaat veel tijd verloren voor het ombouwen van de machines. Dit kan anders. Door gebruik te maken van een Heimer voorinstelapparaat meet je de gereedschappen buiten de machine in. Dit scheelt enorm in stilstand. Maar ook het gebruik van hoogwaardige gereedschaphouders draagt hieraan bij. Geeft minder trillingen in je proces, hebben standaard een hoog rondloop, scheelt enorm in de slijtage van je hardmetaal. Het maakt het zelfs voorspelbaar. We begonnen dit filmpje met de situatie van bijna 30 jaar geleden. En hoe palletwisselaars toen werden vervangen door drieassige machines met robots. Vandaag hebben we laten zien dat de combinatie van een palletwisselaar met een robot u ook iets kan brengen. En dan komt nu het klapstuk. Drieassige machine met een robot of een kleine drieassige machine met palletwisselaar en robot vragen dezelfde investering. En dat is eigenlijk de filosofie die we jullie vandaag mee willen geven.